Hallo allemaal, van harte welkom. We hebben hier een video over het 3D drukken, maar dit keer met chocolade. De firma die dit apparaat levert, de firma MyCuzini, moet zeggen, de communicatie met hun loopt niet altijd even soepel, maar ze zijn wel innovatief en ze zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Een van de dingen die recent nieuw is bij ze, is dat ze vullingen hebben gecreëerd voor bonbons. 4 verschillende vullingen. En zo kan je dus met je chocoladedrukker een holle vorm printen die je later kunt vullen met bonbonvulling. Ze hebben 4 verschillende smaken. Daar zal ik straks verder in de video iets over zeggen. Ik heb ze namelijk nu niet voor me liggen, dus ik kan ze niet allemaal noemen. Maar wat we vandaag gaan doen, het is bijna Pasen, het is daags voor Pasen. Ik ga dus een aantal vormen maken en die vormen die ga ik straks vullen met een vulling voor bonbons. En dat project, dat wil ik u gaan laten zien in deze video. Hij is op dit moment bezig met een drukje te maken, een printje te maken van 2 hartjes. En die 2 hartjes die zijn dan open en die opening die kan ik straks gaan vullen. Veel plezier bij de video en straks zal ik zeer zeker nog wat meer zeggen. Tot zometeen. Zo, daar ben ik weer. Ik had aangegeven, we zouden die holle vormen, misschien zie je hier liggen, gaan vullen met bonbonvulling. We hebben 4 smaken. Het begint met perzik maracuja. Dan champagne. Vervolgens yoghurt amarena. En tot slot Irish coffee cream. En die Irish coffee cream, het heeft in de koelkast gelegen. Die voelt wat hard aan. Het lijkt wel of dat die echt bijna bevroren zou zijn. Dus die ga ik niet gebruiken. Was ik overigens ook niet van plan. Ik ga 2 kleuren gebruiken die wat meer met elkaar in overeenklang zijn. Ik begin met yoghurt amarena. En ik ga gebruiken, ik denk Marc de Champagne. Ja? Die 2 ga ik gebruiken. Het zijn puntzakjes, dus als je het puntje eraf knipt, dan zou je in feite de vormpjes moeten kunnen gaan vullen. Ik weet niet of het goed gaat, het is de eerste keer dat ik het doe, dus schiet me er niet op lek. Ik weet dat er mensen zijn die dat wel graag zouden doen, maar doe het alsjeblieft niet. Dus ik ga de eerste het puntje eraf knippen. Ik doe echt maar een heel klein puntje eraf knippen, want ik wil eigenlijk maar een heel klein spuitmondje hebben. En dan ga ik die hartjes hier... Die kleine hartjes die ga ik proberen te vullen. Is die open? Ja, hij is open, maar ook dit is redelijk stevig op dit moment. En het is misschien handig, en dat ga ik ook even doen, om het er even uit te laten liggen, even uit de koel te laten liggen en het zo meteen te gaan doen, zodat als het iets minder koel is en dat hij dus iets vloeibaarder wordt. Dus ik ga zo met de video verder. Je ziet dat er alvast 1 vormpje hier een beetje gevuld is. Dat gaan we straks natuurlijk verder vullen. Tot zometeen weer. Daar ben ik weer. Ik heb inmiddels de ene smaak gedaan. Op het moment dat het uit de koelkast komt, is het eigenlijk te consistent zeg maar, om echt maar goed aan te brengen in de holle vorm. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een bakje ernaast gezet met wat warm water. En dan ga ik nu de champagne openmaken. En die ga ik in het restant vullen. Op het moment dat het bakje met warm water, hij moet eigenlijk getempereerd zijn volgens de handleiding, heb ik gezien, tussen de 20 en 25 graden. Maar het mag ook best iets warmer zijn, heb ik gemerkt. En nu ga ik dus dit inspuiten. En dan zien we ook gelijk dat het wat makkelijker verdeelt. Daardoor een wat mooier resultaat gaat geven. Jammer, maar dit is bij een eerste keer. Zo hoort dat. Hier hebben we de eerste. Hier de tweede doen. Dit is de champagne smaak.
Ja. Je ziet, als je hem iets meer tempereert, dat het dan iets makkelijker wordt. Het is nog steeds niet helemaal perfect. Misschien moet het nog iets warmer zijn, maar voor nu vind ik het even voldoende. Het is een eerste test ermee. Misschien dat ik hem zometeen weer heel even in het warm water ga leggen. Want het is natuurlijk zo dat hoe vloeibaarder die is, hoe mooier die opdroogt natuurlijk. Dus ik ga hem weer even een beetje in het warm water leggen. Ondertussen pak ik even een van mijn tandartstoels. En die doet een heel klein beetje schoner maken. Zodat het iets vlakker is. Ik ga het sowieso zometeen weer in de koelkast leggen. Voordat hij straks in zijn doosjes gaat. Want ik heb er ook speciale doosjes voor. De maker van het product heeft ook speciale doosjes gemaakt voor bonbons. Maar ik stel ook wel gelijk vast. Ik heb een vuurbedrijf. En ik verkoop dus ook nog wel eens dit soort spul. Ja, daar ga ik wel wat voorzichtig mee zijn in de zin van dat ik zeg maar niet wil dat zeg maar dit product op deze manier aangeboden wordt bij de klant. Want dat is denk ik niet helemaal netjes genoeg om dat te doen. Maar de chocolade zelf natuurlijk wel, want die is prima. Daar is niks mis mee, ziet er ook goed uit. Kijk, we zien nu bij de laatste die ik doe, dat zeg maar ik heb die wat meer getempereerd. En je ziet dat die dus zeg maar door zijn vloeibaarheid gewoon wat makkelijker te verwerken is. We gaan de paashaas doen. Oppassen dat ik niet te veel over de randjes ga. Even zijn oortjes doen. Zo. Dan is deze paashaas klaar. Ja, en zo maak je dus die chocoladeversieringen. En eigenlijk, nu gaat het wel een behoorlijk stuk beter. Dus als je het inderdaad getempereerd hebt, je hebt het wat op warmte gebracht, dan gaat het veel beter. En dat is dan ook wat we hier nu zien. Helaas hoort u ook heel veel geluid van buiten. De buurman is aan het timmeren. En ondanks de samenscholingsverboden is er iemand in de straat toch zo vriendelijk om iets van een feestje thuis te vieren. Dus laat je daar niet door misleiden. Het is wel degelijk coronatijd, helaas. Zo, nog 3 te gaan. Dat ga ik of de record doen. Als ze klaar zijn, ga ik ze u laten zien en ik ga u laten zien hoe ze in het doosje komen. Tot zometeen. Zo, het laatste stukje van de video. We zien hier ook de doosjes die de firma My Cuisine levert. Ik moet ze nog even dichtmaken. In elk doosje zijn 3 bonbonnetjes geplaatst. Nogmaals. Het zou beter hebben gekund, absoluut. Het printen niet, het printen is verder goed. Het is meer zeg maar dat je de vulling voor de bonbons misschien iets moet verwarmen, zodat het wat vloeibaarder eruit komt, zodat je wat meer vlakke bonbons krijgt. Maar desalniettemin is het natuurlijk ontzettend leuk om dit te maken. En ja, als je het niet doet, leer je ook niks. Dus in die zin denk ik dat het een geslaagd project is. Ik ga nog heel even de doosjes dichtmaken en dan laat ik ze zo nog even zien en dan gaan we deze video afsluiten. Tot zo. Zo, daar zijn we weer en we zien inmiddels de doosjes keurig verpakt. Wel oppassen dat we er niet mee gaan schudden, want dan vliegt alles door elkaar natuurlijk. Het zijn grote doosjes voor relatief kleine bonbons. Maar wel heel erg leuk om morgen, als mijn zoon en mijn aanstaande schoondochter, noem ik het maar even, beter gezegd zijn vriendin, komen voor de paasbrunch, dat we dan dit leuk voor ze op tafel kunnen zetten. Nou, je hebt gezien, het had wat van haken en ogen, maar aldoende leer je. Het resultaat mag er best wel zijn, het kan best wel ietsjes netter, oké, toegegeven, maar dat komt de volgende keer wel. En ik kan je zeggen, ik heb er al eentje geproefd, hij is echt lekker. Dus veel plezier met het kijken naar deze video en wie weet, tot een volgende keer. Dag. Fijne paasdagen trouwens. Dag.